Komend weekend zijn in heel Nederland weer de Open Monumentendagen. Thema dit jaar is macht en pracht. Een van de monumenten in Os die dan te bezoeken zijn is het voormalige Bergos-kantoor aan de Bram van den Bergstraat. Dat is opmerkelijk, want de renovatie van het pand in opdracht van ontwikkelaar Patrimonium is eigenlijk nog maar net begonnen. Nou ja, het is natuurlijk wel veel te vroeg om te laten zien hoe het zal worden, want je kunt geen enkele indruk opdoen hoe het gaat worden, maar het is Open Monumentendag. Het zijn eigenlijk twee Open Monumentendagen, zaterdag en zondag. En tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags houden we rondleidingen. Mensen mogen ook vrij rondlopen door het gebouw heen. Dan kunnen we een indruk opdoen hoe er vroeger in het voormalig directiekantoor is gewerkt. Wie al een beter beeld wil krijgen van hoe het er vroeger uitzag en hoe het straks gaat worden, kan dit boek lezen dat onlangs is uitgekomen. Het boek gaat over de geschiedenissen. We beginnen met de geschiedenis van Gebroeder van den Berg. Daarna tot het einde met Desso. Het gaat over de bouwhistorie van het gebouw zelf. Hè. Wie heeft het ontworpen toen dat tijd? Dat was Oscar Leeuw, een architect uit Nijmegen. Nou, dan gaan we terug naar deze tijd. We hebben te maken met leegstand en nu gaan we daar een herbestemming aan geven. Wie zijn de aannemers die hiermee te maken hebben? Wie gaat het restaureren? Wie zijn de architecten die daarvoor ontworpen hebben? En de gebruikers komen aan bod. Al met al een compleet boek wat we speciaal voor dit gebouw hebben gemaakt. Binnen is te zien dat er inderdaad nog heel veel moet gebeuren aan het monumentale kantoorpand en de naastgelegen portierswoning. Ton Kemkens is wel tevreden over de voortgang die er tot dusver is gemaakt. We liggen zeker op schema, maar we zijn pas begonnen hoor. De echte werkzaamheden zijn pas na de bouwvakvakantie begonnen. Die was nogal laat geëindigd dit jaar. Ik denk 3 weken geleden waren we klaar met de bouwplaatsvoorzieningen te treffen. Dus de steiger en de bouwketen en de opritten klaarmaken, zodat er voldoende personeel kan of werklui op het terrein kunnen. En nu zijn we begonnen met het strippen van wat onderdelen en het inventariseren van wat kozijnen en de buitenschillen. En dat vordert prima. Het wordt nog een jaar hard doorwerken, want volgens de planning moet het werk volgende zomer al klaar zijn.